Hallo beste kijkers en welkom op die Lucky Bastards YouTube kanaal. Vandaag gaan we een filmpje brengen, een replay, gespeeld door Angel Arrow, met de AMX M4 MLE 45, een Franse Tier 7 heavy tank. De tank kan tot 240 damage doen met AP shells en 1746,18 damage per minute, schade per minuut. Is een 90 mm kaliber gun, heeft deze tank een heel sterk kanon eigenlijk. Ook het aantal shells die kunnen meegenomen worden, 74, is aan de hoge kant. De Franse tanks hebben een enorm voordeel met gun depression en gun elevation, dus hull down spelen met deze tanks is fantastisch. Velen zeggen dat dit papieren tankjes zijn. Ik speel er alleszins heel graag mee. Een beetje info over de bepantsering van de tank. Vooraan zijn frontplaat is 90 mm dik, maar doordat hij al in een angle staat, eigenlijk in een hoek, heeft hij al een effectieve bepantsering van 128 mm. Ga je het dan nog eens in een hoek gaan staan, loopt dat op van 180 mm tot een heel scherpe hoek 400 en meer mm effective armor. De zijkanten zijn iets minder, de platen aan de tracks is 70 tot 90 mm. Het front van de koepel is ook 100 mm. Dus zo'n papieren tankje is dat eigenlijk nog niet. Goed, de battle is begonnen. Ik heb er even voor gekozen om rechts te gaan. Aangezien dat we redelijk wat heavies tegen hebben, zullen die waarschijnlijk wel rechts komen opdagen. Ik krijg ook heel wat hulp mee. Zie je op de minimap 1, 2, 3, 4, 5 heavies die achterkomen. De AMX M4 MLE 45 vind ik ook een heel wendbare tank. Zijn snelheid is relatief goed, waardoor dat je heel snel kan gaan bewegen met de tank. Goed, dat is een manoeuvre dat ik eigenlijk nog nooit gedaan heb van deze kant, op dat heuveltje gaan staan. Later in een battle zal blijken dat dat geen slecht idee was om dat te doen. Target locked. Target disengaged. Alle heavies kwamen daardoor. Recht voor me, daar is de eerste al. Dezelfde tank waar ik mee speel, AMX. 255 damage, het eerste schot. En de andere volgen gewoon. Penetration. De NES. 235 damage, dacht ik. Nog een NES. Een T-43. Waar ik sta, kan ik optimaal gebruik maken van de dekking van die struik. Plus heb ik een camo net op de tank en ook de skill camo op 100% staan. Ik word er totaal niet gespot. Penetration. En ik doe er het ene raken schot na het andere. Terwijl dat ik niet echt
in de battle zit. Toch niet close combat. Penetration. Ik snap het eigenlijk niet goed dat de vijand er blijft voor en achteruit achter die rots bewegen, aangezien dat ze er één voor één beschoten worden. Het was misschien beter geweest om die berg achter hun rond te gaan en voor hun de volledige linkerflank te nemen. De KV-85 net in brand gestoken, jammer genoeg. Heeft hij nog op tijd kunnen blussen? Penetration. En een jachtpanter die snel voorbij komt. 270 damage, 247 damage gedaan. En nu ga ik de jachtpanter ook afmaken. Enemy destroyed. Ze hebben ze stilletjes aan wel door dat ze constant beschoten worden. De KV-85 blijft veilig achter de rot staan, voorlopig. En nu is het tijd om ons te verplaatsen. Zoals dat je kan zien, aan het aantal tanks die nog overblijven, wordt de vijand redelijk afgemaakt. Een heel slimme tactiek hebben ze in deze battle niet echt aan boord gelegd. De Oni uitgeschakeld. En dan is nu enkel nog een KV-3 en een T-43 medium die overblijven. Ik haast me hier naar de KV-3, maar aangezien dan er al zoveel vriendelijke tanks staan, dacht ik dat die wel zo afgemaakt zijn tegen dat ik eraan kwam. Maar niks bleek minder waar. Mijn bondgenoten hadden het daar nog redelijk zwaar mee met die KV-3. Dus hier gebruik ik auto-aim, kom ik van achter de hoek en bam, weg KV-3. Nu enkel nog de T-43. Die staat daar, die wordt ook door onze KV-INS aangevallen. Die doe ik nog even snel 254 damage en de KV-INS maakt hem af. Dit was dus een goede battle, 2320 damage en een WN8 gespeeld van 4026. Bedankt om te kijken, like de video, deel de video en kom zeker terug naar ons YouTube kanaal, want meer filmpjes zullen volgen.